Ik had het hoofdgeluid nog niet aanstaan, dus je mag het opnieuw beginnen. I gotta start again? Oh, fuck it! Oké, okay. Because... Hello, good evening, all you watchers, all you swipers, all you listeners. Now you have sound. It's because there's just something you have to put up and down. We have one man behind there, he's always to the knoppen. Ja? Yes, he's always to the knoppen. Yeah. Bonjour, La France. Guten Tag, Alemania. Stago. Holland misschien? Holland! Zijn er ook Nederlanders? Nee! Ja, niet te filmen. Jongens, Stago, het steekt. Het is punk. Het is heftig. Zet hem op. We beginnen met het eerste nummer en die heet SOS. En die gaat een klein beetje zoals dit. Come on!
tof dat jullie er zijn, mensen. Als je ons nog niet kent, dan komt dan nog wel. Iedereen die ons al wel komt. Thanks dat je de uitnodiging hebt aangenomen. Woe! Joehoe! Het is lekker hier in het hok bij 44 Next Door. En ja, wij doen even ons uiterste bestje hier. Dus af en toe dan verbuigen we even een gitaar in tweeën. Maar ik denk dat dat wel gefixt wordt zometeen. Thanks aan Mike en Raymond. Die het hier allemaal bestieren. En ja, wij hebben eigenlijk best nog wel wat ruimte. Ook de t-shirt bijvoorbeeld onder andere. Dus als je nou even iets heel erg leuks weet te verzinnen. Doe dan even dat in de chat. Komt dat op de t-shirt. Volgende Terwijl je nummer. Nadenkt over wat er op die t-shirt komt, spelen wij dat volgende nummer. En dat heet Frequentieanalyse. En dat gaat zo. Eerste optreden, we hebben lang op moeten wachten. We hadden 2 keer al gepland in de hockey, 2 keer niet doorgegaan vanwege die corona shit. Nou, jullie weten het allemaal, dus leuk dat jullie erbij zijn. Volgende nummer. De titel staat hierop en dat heet Asociale Media. Dus laat die chat maar volgooien met asociale mediumpraat of zoiets. Let's go!
Ik snap heel goed dat die broeken allemaal uit zijn thuis. Helaas mogen wij het niet doen, hebben wij begrepen, want anders gaat het op zwart het scherm. Lieve groeten terug naar de Fada. Hallo Bernd. Woehoe. Fucking vet hè, als je vader gewoon kijkt. Proost Bernd. Proost. En al die anderen. Volgende nummer heeft een naam en het gaat ook op een bepaalde manier. Het heet Monochroom Maatschappij. En het is voor al die mensen die denken dat het alleen maar zwart-wit moet. Daar hebben we straks nog een andere nummer over. Maar nu even Monochroom Maatschappij. Shout-out Guus. Vertaald naar het Frans is het oulala. Of zoiets. Verbinding naar Utrecht gaat blijkbaar goed. Den Haag moeten we nog een verbinding opbouwen. Sorry, Frankie. Jammer, joh. Zeker. Volgende nummer is voor alle mensen die in een omgeving opgroeien waar alles een beetje zwart-wit, alles een beetje binair is. Dat is wel nogal lastiger als je jong bent. Maar kijk even goed, er komt altijd op een gegeven moment een regenboog langs. En dit nummer is voor al die mensen die op een gegeven moment die regenboog langs zien komen. Het heet Zwart-Wijs. Schwarz-Weiß!
de haperenverbinding in je broek kan niet, want iedereen heeft de broek al uit, heb ik begrepen. Wat krijgen we nou? Even kijken, wie kan het lezen? Het is nogal een puzzel, hè? Maar als je heel goed kijkt, de grote letters doen een shine en de kleine letters zicherheid. Dus nummer heet shine zicherheid en dat gaat volgens mij zo. Met Stachel. Nou. Oké, laten we beginnen. Excuus voor dit iets wat te lange intermezzo. Veel plezier met de rest van Stachel. En support Stachel als jullie willen, graag. Want ze blijven wel heel erg hun eigen ding doen. Doen wij ook? Zeker weten. Maar wij houden van Stachel. Wij ook. En jullie ook. Je kan vast wel een beetje bedenken waar het over gaat. En dat gaat zo. Attention!
wie kan het lezen? Wat is het volgende nummer? Wie onze tape heeft, van wie we nog misschien vier hebben of zo. En eentje toevallig ook hier voor zometeen. I know this one, from the video. Oh ja, ik ook. Dat is mijn favoriete nummer van Stachel. Cyprus stellen. En dan gaat het zo een klein beetje zoals dit. Pogen waar jullie ook net zijn, in de keuken of de woonkamer of de bankstel. Broek aan, broek uit, jurk aan, jurk uit, whatever. Volgende nummer. Oh ja. Dat is helemaal nieuw. En om het voor jullie wat lastiger te maken, heeft onze drummer dit bedacht. Nou, wie kan het lezen? Ik ben even benieuwd. Ik heb begrepen dat we 7 seconden moeten wachten en jullie moeten ook wat denktijd hebben om... En de vingers zijn ook niet meer zo snel naar een aantal bier en een beetje de woonkamer. Yes! Storn! Stornsignaal! Beetle! Ja, de Beetle heeft het goed. Dat is een steursignaal en dat is helemaal nieuw. En leuk nummer, misschien. Voor ons in ieder geval. Dan gaat Anne lekker beginnen.
Oh jee, daar waren stachel in kabel. Ja, heb ik ook. Zo, oneindig geklappen. Lekker luid, thanks. Applausje. Ja. Dat is een punt, dus hebben we nog twee nummers. Een nummer heet Vrijheid. De tekst van een oude Berlijn. Ja, totaal gestoord. De tekst van een oude Berlijnse dichter, maar dat past helemaal perfect bij ons. Dus vrijheid. Laatste nummer. Misschien gaan we daarna nog, als iemand in de chat toegabe roept of Flughaven of zo, dan gaan we nog eentje. Laatste nummer moeten we even proosten op iemand. Dat is de zanger van de band waar we dat foto hebben van gejat. Want dan gaan we een cover spelen en misschien herkent het iemand. Heeft bijna nog nooit iemand gezien dat hij op de bovenkant van zijn hoofd een tatoeage heeft tegenwoordig. Ja, precies. Als hij heel goed is, pak even die plaat nog een keer erbij als je hem hebt. Ga even kijken. Heeft hij toch een tattoo en daadwerkelijk staat een stachel op zijn hoofd. Ja. Je hebt meestal foto's van voren van hem, dan ja. Heb je dat niet. Maar goed, dus niks zo. Proost to Ian McKay en alle anderen die met die drie kruisen. Lekker biertje ook zo. Mijn dreed ook best wel. Play it faster. Oké, komt ie.
Zeker. I guess. Dank je. Oké, we zijn door onze set 1, 12 nummers, best wel punk, gewoon eigenlijk na een half uurtje, dan zijn we gewoon klaar en jullie ook, want jullie gaan helemaal kapot pogen. Ik ben ook kapot. Als we ooit een keer live mogen spelen, dus wie alle mensen in Duitsland, ja, komen gerne voorbij. Zullen met zijn eigen vader gefällt. En merci, Rouen. Als jullie nog, ja, welke taal spreken wij? Alles nog een keer, ja. Wat willen jullie horen nog een keer? Je moet even goed terugdenken, wat hebben wij allemaal gespeeld natuurlijk. Weet geen mens. Toegabe, kijk. Die willen ze horen. Al twee keer. René, wat wil je horen? De Zugabe. Dat is iets anders. Zugabe uitroepteken, mogen we pakken. Zwart-wijs hoor ik. Nee, ik hoor het niet natuurlijk. Oh, dat wordt. Zo, dat is net als Eurovision Song Contest. Zonboogstellen zit even voor, maar zwart-wit zit heel dichtbij. Laten we even kijken naar de punten uit Frans. Frans! Bonjour, punten. I don't know. Zonboogstellen zie ik nog een keer. Top drunk, top fuck. Mijn bier is nog niet leer, weitermachen. Sorry, heb je niet goed opgelet. Zo'n nummer hebben wij niet. Mogelpackung, du kannst auch alles zurückschauen, nochmal nachanschauen, zurückschauen. Oh mein ja, God. Gewoon op repeat zetten die stream. Zijn nog klaar. Das stream. Utrecht aan zee, ja, ik dacht het niet. Autocorrupt, Labradoodle. Hey, zullen we gewoon even cutten to the chase? Zorbroestellen vragen ze toch? Ja, doen we zorbroestellen. Oh, ik ben omdat, wat eerst zei. Daarna nog zwart-wijs. En dan monochrome maatschappij. Dat zijn ze jij en zijn we door alles heen. Ja, dan wijs. Nee, zo boek stellen. Okay. Voor alle fuchsen. Ja, sind wir so weit. Ja, is toch live, hè? Allen solo! Ja,
Shine zich hij als laatste nog een keer langskomen. Moeten wij die nog een keer doen? Oké. Okay. Oké, okay, ik ga wel mijn shirt een beetje omhoog trekken, maar niet tot aan de tepel, maar ik maak je geen zorgen. Oh. Ik zou even eentje kiezen waar de drums... Oh, er gaat wel het licht uit. Maar niet mijn kleren. We hebben het goed, Shine. Oké, laatste nummer. De volgende keer moeten jullie gewoon live langskomen. Ja, dan lassen ze natuurlijk ook. Ja, precies. Binnenkort in het echt, ergens. En, oh ja, waarschijnlijk in DB's. Of, ja, misschien in DB's of in Utrecht. Ook met de stream en live. Waarschijnlijk in juni, maar even kijken. Of in Düsseldorf. Ah, ja. Schwabingen. Of in Schwarzwald. Kan ook, hè. Schwarzwald. In Kork. Schwarzwald. Oké. Whatever. In ieder geval is de volgende nummer en de laatste nummer daar ook waarschijnlijk live worden gespeeld. En die heet Shine Sicherheit. Ja, dat bestaat echt. Ligt daar beneden ergens. Show. Geef even ook een virtueel applausje voor Mike en Raymond die dat allemaal mogelijk hebben gemaakt dat wij hier mochten spelen.